Ja, acties maken, daar hou ik wel van. Ja, soms iets te veel, maar nee, ik hou wel van een dribbel inzetten en dan een teamgenoot vrij spelen, ja. Rinko, voor de tweede keer King of the Month. Ja, volgens mij zit je lekker in je vel. Ja, ik begin gelukkig goed te spelen na mijn blessure. Dus ik ben super blij en ik zit lekker in mijn vel, ja. Ja, heeft het er ook met die positie te maken? Ja, tuurlijk. Ik speel nu lekker vrij. En ja, nogmaals, ik zit lekker in mijn vel en het team ook. Dus dan ga ik ook alleen maar beter voetballen, ja. Ja, neem even ons mee, want je hebt best wel gekwakkeld met blessures. Hoe was dat voor jou? Ja, moeilijk, moeilijk. Ik ben nooit echt lang geblesseerd geweest. En natuurlijk is de stap van Den Bosch naar Willem II een grote stap. Want de intensiteit op de trainingen zijn gewoon veel zwaarder hier zo. Maar ja, toen mijn meniscus operatie gehad en nu na de zomer mijn kuitbenen. Ja, dus gelukkig ben ik nu weer fit. Dus ja, heerlijk. Ja, heb je ook iets aangepast aan je trainingsschema om fit te blijven? Nou, dat niet eens. Maar ik met Gijs hier, goede fysio, heb ik hard getraind. Dus ik ben zeker sterker eruit gekomen, ja. Ja, als je kijkt naar jouw rol op het veld. Ja, acties maken. Ja, acties maken, daar hou ik wel van. Ja, soms iets te veel, maar nee, ik hou wel van een... dribbel inzetten en dan een teamgenoot vrij spelen, ja. Ja, alleen nog dat doelpuntje, hè? Ja, daar zit ik zelf ook op te wachten. Dus ik hoop vrijdag mijn eerste doelpunt voor Willem II te maken. Maar als we elke wedstrijd 3 punten halen en ik niet scoren, dan is het ook goed. Je bent nog jong, natuurlijk. Er zijn altijd zaken die beter kunnen. Is dit de Ringo of kan jij nog beter? Ik kan nog veel beter, maar ik moet sowieso eerst leren om wedstrijden naar me toe te trekken. Dat het even niet lekker zit dat ik zomaar een doelpunt kan maken of iemand weg kan zetten voor de keeper. Maar er zijn genoeg dingen om te verbeteren. Ik denk iedereen wel, ja. Wat is de rol van de trainer daarin voor jou? Ja, tuurlijk ziet hij me elke dag op de training en veel praten met hem, beelden kijken en... Ja, en ook waar je goed in bent, die ook verbeteren, nog beter in worden. Dus ja, de rol is ook wel belangrijk van trainen, maar uiteindelijk moet je het wel zelf doen, ja.